Thank you.
Thank you.
l'accusa è falsità. La volpe lascia il pelo, non abbandoni il vizio, Marchese mio giudizio, o vi farò pentir. Marchese mio giudizio, vi farò pentir. Marchese mio giudizio, vi farò pentir.
U luistert naar het zondagochtendconcert, het eerste concert van het nieuwe seizoen. Met het Groot Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Giancarlo Andretta. En we doen allemaal mooie stukken uit Italiaanse opera's. We hebben Rossini gehoord, Verdi, daarnet Mascagni, dat prachtige intermezzo sinfonico uit de Cavalleria Rusticana. En we gaan weer naar een blokje Giuseppe Verdi. Ouverture Nabucco, het beroemde slavenkoor, het vluchtelingenkoor, maar eerst aanbeeldkoor.
Thank you.
klein beetje te gaan. Straks triomfkoor Aida, Puccini en nu Bellini. De ouverture tot de opera Norma. Thank you.
Dat was het eerste zondagochtendconcert van het nieuwe seizoen 2018-2019. Een operafeestje met het Groot Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Giancarlo Andretta. En ook aan het begin van dit concert het solistische bijdrage van drie leden van het Groot Omroepkoor: Charlotte Jansen, Ludovic Provoost en Lars Terry. Hier in de uitverkochte grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. En we horen dus alleen Italiaanse operagedeelten. Ik zet ze nog snel even voor u op een rijtje. Nadat we gejuicht hebben voor dat fantastische koor. We begonnen met de ouverture La Gazza Ladra van Rossini. Toen het koor van de Zigeunerinnen uit La Traviata en het soldatenkoor Trovatore van Giuseppe Verdi. Het Intermezzo Sinfonico uit de Cavalleria Rusticana horen we van Mascagni. Daarna het Zigeunerkoor uit Il Trovatore, Ouverture Nabucco en Slavenkoor Nabucco, gevolgd door het Vluchtelingenkoor uit Macbeth, allemaal van Verdi dus. Daarna de Ouverture Norma van Bellini, het Zoomkoor uit Madama Butterfly van Giacomo Puccini. En we eindigden met het koor Gloria Legitto, het ballo, het ballet en de Marcia Triomfale, oftewel de triomfmars uit Aida van Giuseppe Verdi. De beminnelijke Giancarlo Andretta, die iedereen, alle leden van het koor en van het orkest, het applaus gunt. En daar is hij nu even druk mee bezig. Leuke man om te zien trouwens, aan de voorkant zingt bijna alles mee. Althans, hij mimt en hij dirigeert ook volgens mij volledig vanuit de tekst. Is toch handig als je dan een Italiaan voor het koor en orkest hebt staan. En daarmee verklaar ik het nieuwe zondagochtendconcertseizoen voor geopend.